De overheid moet voorkomen dat we in Suriname ondervoede kinderen krijgen, zei VHP-parlementariër Mohammad Mohab Ali gisteren tijdens een rondvraag in de Nationale Assemblée. Geregistreerden kwamen om de ene maand in aanmerking voor babyvoeding. Echter zegt Mohab Ali dat hij informatie kreeg dat er al ruim 2 maanden geen babyvoeding vanuit de overheid is verstrekt aan de geregistreerden. Ook wees Mohab Ali erop dat grote delen van de samenleving, hoewel zij medisch verzekerd zijn, geen toegang hebben tot medicatie. Op de lokale markt moet er voor 1 blik ongeveer 200 SND betaald worden. Voorzitter, via u aan de minister. Is er een schaarste? Wat is het probleem? En wanneer is er een oplossing? En wat wij vooral moeten voorkomen is dat we ondervoede kinderen hebben. Ik heb begrepen dat ook DNA-leden met een SZF-pasje moeten bijbetalen voor medicijnen. En vooral insuline is een groot probleem. De minister van Volksgezondheid weet het dat type 1 diabetespatiënten niet kunnen leven zonder insuline. En vandaag kreeg ik nog een bericht dat voor 1 maand insuline ongeveer 2000 SRD betaald moet worden. De vraag concreet aan de minister, is er een schaarste? En wanneer komt er een oplossing? Want zonder medicijnen kunnen de mensen het niet redden. NPS-parlementariër Ivanildo Plein liet ook weten dat er geen medicijnen zijn voor mensen met een hersenvliesontsteking. Daarnaast zijn er ook geen medicijnen voor HIV-patiënten. Plein wil graag weten wat het beleid van de minister van Volksgezondheid is op dit stuk. Hoe is het zover gekomen, voorzitter Smaed Dede? Graag een reactie van de minister van Volksgezondheid. VHP-DNA-lid Cheryl Dijksteel vroeg aandacht voor de situatie van het zorgpersoneel. Ze vindt het lastig dat deze doelgroep steeds druk moet uitoefenen om te krijgen wat hen toekomt. Dijksteel wil van de regering weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de overbruggingstoelage voor zorgmedewerkers.